Alsjeblieft. Suiker. Kom meepraten in het Couscous Kletscafé over actuele maatschappelijke onderwerpen. In Vadercentrum Adam aan het Jongbloedplein, dinsdag 20 mei. Aanvang 19 uur, aanmelden verplicht. Couscous Kletscafé. Wie heeft dat bedacht? In 2002 hebben we dat vadercentrum en de buurtvader hebben we dat bedacht. Toen was eigenlijk geen contact tussen ouders, met name ouders van Marokkaans komaf en hun jongeren. En de jong Marokkaanse jongeren stonden toen op een zeer negatieve manier in het nieuws, geen contacten. Toen hebben we besloten om een avond te organiseren waarin jongeren en met hun ouders, dus niet alleen ouderen, maar echt ouders, te praten over wat toen lijkt taboe te zijn. Zoals uitgaan, zakgelden, omgaan met alles wat in Nederland en verboden voor Marokkaanse jongeren zou kunnen zijn. Buurtvadersproject is een initiatief van burgers, met name van Marokkaans komaf, die tot het doel hebben om mensen, dus Marokkanen, bij elkaar, dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee, bij elkaar te krijgen, zodat zij preventief de andere Marokkaanse jongeren behouden van overlast veroorzaken en proberen eigenlijk richting de ouders ook te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen en sociaal controle houden op die Marokkaanse jongeren. Ja.